De 25 arrestanten van het bureau Nieuwe Haven die positief zijn getest op het COVID-19-virus zijn intussen afgezonderd in het cellenhuis. Het Openbaar Ministerie zegt dat een arts die gisteren samen met een team een bezoek heeft gebracht aan de arrestanten slechts milde klachten bij hun heeft geconstateerd. In dit cellenhuis zijn er in totaal 78 arrestanten ingesloten. De situatie in het cellenhuis de Nieuwe Haven heeft de aandacht van het Openbaar Ministerie, die dan ook gepaste maatregelen zal treffen. Het algemeen beeld van de COVID-situatie in Suriname is nog steeds zorgwekkend. Bij de update van de COVID-website gisteren zijn er 183 nieuwe gevallen geregistreerd, terwijl er 4 doden te betreuren zijn. In de maand mei zijn reeds 45 personen aan dit virus overleden. Op de intensive care unit worden er 32 mensen verpleegd, waardoor alle IC-units van de ziekenhuizen hun maximum hebben bereikt. Ook het aantal COVID-patiënten dat in de ziekenhuizen wordt opgenomen blijft stijgen. Op dit moment liggen er 221 mensen in de diverse ziekeninstellingen. In totaal zijn in Suriname bijkans 75.000 mensen gevaccineerd tegen het COVID-19-virus, waarvan bijna 10.000 volledig gevaccineerd zijn. Bijkans 11.000 personen zijn inmiddels genezen verklaard van het COVID-19-virus.